Halleluja. Nou, de Heer heeft de weg al voorbereid. En dat moet dan meestal zo, dus maar één Heilige Geest. En wat de Heilige Geest wil spreken over geloof vandaag. En je ziet de liederen die we gezongen hebben, gingen over geloof. Geloof had bergen bezet. Maar ik wil eerst bidden dat de Heer de harten mag openen. En dat ieder hart ontvankelijk is om het woord Gods te horen. En ik ga dan dadelijk nog veel meer zeggen. Het gaat heel diep vandaag. Daar ben ik van overtuigd. Dank wel, Hemelse Vader, dat u hier aanwezig bent, Heer. Want waar twee of drie in uw naam vertegenwoordigd zijn, bent u in ons midden, Heer. En u bent hier in ons midden. Heer, en ik dank u, Heer, dat u de harten hebt geopend, Heer. Dat u door mij heen zult spreken, Heer, als nooit tevoren, Heer. Dat uw woord, Heer, zal vallen, Heer, in goede grond, Heer. Het harten openstaan, Heer. Harten ontvankelijk zijn, Heer. En dat u de harten zult aanraken, Heer. Dat Heilige Geest, Heer. Heer, die u in mij hebt gezalfd, Heer. Met een bovennatuurlijke zalving van de Heilige Geest, Heer. Een bovennatuurlijk wonderbaarlijk grote zalving. Hebt u op mijn leven geplaatst, Heer. Het is geprofeteerd, Heer. En het is er, Heer. Maar Heer, het gaat niet om de zalving, Heer. Het gaat om het doorgeven, Heer. Het gaat om dat de mensen ontvankelijk zijn. Het gaat om dat de mensen het horen, Heer. Het gaat om dat de mensen het nemen, Heer. Het gaat om dat de mensen het zullen indrinken. Zoals de Bijbel zegt, drink het woord in bij dag en bij nacht. En dank u, Vader, dat de mensen hun harten openstaan en een zachte hart hebben, Heer. Dat uw woord, Heer, dat u vandaag zult spreken, Heer. Heer, dat het zal, ja, Heer, dat het zal doen wat wordt gezond is en dat doet het altijd, Heer. Want uw woord keert nooit ledig terug, Heer. En dank u, Vader, voor deze geweldige woorden die u wilt gaan spreken, Heer. Want ik zal niks van mezelf zeggen, maar alles zal van u zijn, Heer. Alles is komt van u, rechtstreeks van uw troon, Heer. Door Jezus in de Heilige Geest gesproken, Heer. En dank u, Vader. Uw woord, Heer, is ja en amen. Amen. Halleluja, prijs de Heer. We vieren vandaag Pinksteren. En Pinksteren is een uitstorting van de Heilige Geest. Op ieder, want al diegenen die, 120 mensen waren daar vertegenwoordigd in die zaal. Die waren 120 mensen waren bijeen in die zaal, waar de Heilige Geest viel. En er kwam als tongen van vuur op deze mensen. En ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest, lieve mensen. Ze hadden allemaal in één keer de vrijmoedigheid om te spreken. Want ze gingen uit. Ze gingen meteen uit, zegt de Bijbel. En want de Heilige Geest was op hun gekomen en ze hadden weer de vrijmoedigheid. Ze hadden de kracht om te gaan. Want de Heer zegt, ga en spreek het woord Gods. Doe, wandel met mij. Doe wat ik zeg in mijn woord. Want mijn woord geeft leven. En hij gaf zijn leven op wat wij zouden leven. Hij stierf voor ons op wat wij zouden leven, lieve mensen. Aan het kruis van Golgotha, dat moet je steeds voor ogen houden. Elke dag weer overdenken wat de Heer voor jou en voor mij heeft gedaan. Hij stierf aan het kruis. Hij werd geslagen, verwond, veracht, bespot, gegezeld, gemarteld. Zijn bescherming was niet meer menselijk, zegt de Bijbel. Zo onmenselijk werd hij afgetuigd, echt afgetuigd. Het was niet meer menselijk. Wat beelden laten zien in foto's en zo, het was veel erger dan dat. En hij werd naakt aan het kruis gehangen. Niet meer een doekje ervoor. Naakt werd hij aan het kruis gehangen. En nog een keer doorstoken, zegt de Bijbel. Terwijl er water en bloed uitvloeide. Dit alles ter vergeving van elke zonde. Zijn bloed is gevloeid ter vergeving van elke zonde, lieve mensen. Geloof alleen is voldoende om dat te ontvangen. Geloof. Geloof dat je... Ja, dankjewel. Dankjewel, Hans. Geloof dat bergen verzet, daar wil ik over spreken. Niet gewoon geloof, niet geloof aan bekering, dat gelooft iedereen. Dat we de Heer Jezus aannemen, dat de Heer Jezus voor ons is gestorven, dat hij is opgestaan uit de doden, dat hij ons heeft gered. Dat is gewoon geloof. Dat is ook belangrijk natuurlijk, dat is heel belangrijk. Want zonder geloof kan je niet naar de Heer Jezus toe gaan. Zonder geloof is het onmogelijk dat je gered wordt. Dus je hebt geloof nodig om gered te zijn, dat is heel belangrijk. Maar ik ga spreken over iets veel diepers. Dat is geloof dat bergen verzet. Lieve mensen, en dat gaat echt heel diep. Want ik heb nog maar een klein stukje vandaag meegenomen. En dat gaat veel dieper dan ik vandaag ga spreken. Ik ga eerst even een paar versen lezen. In 1 Korinthe 12 ga ik beginnen met van 1 tot 18. Prijs de Heer. En dat gaat over de gave van de Heilige Geest. We gaan vandaag heel wat verzen lezen, want ik ben iemand die spreekt vanuit het woord. Prijs de Heer, en dat is heel belangrijk.
dat het woord zal je indrinken bij dag en bij nacht, zegt de Bijbel. Dat woord hoor je in te drinken bij dag en bij nacht. En dat gaat nog veel dieper. Ik ga er straks dieper op in. Prijs de Heer. Vele gaven, één geest. Dat is de Heilige Geest. Het is maar één Heilige Geest, lieve mensen. Maar hij heeft vele gaven. Er zijn er 9 opgeschreven. En ik ga er een stukje ervan lezen. Want kijk, aan één ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor een ander. Ja? Want aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis. En door dezelfde Geest. Ja? En een ander geloof, waar we vandaag over gaan spreken, door dezezelfde Geest. Aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest. Aan een ander weer werkingen van krachten, en dat gaat over verlossing en bevrijding en apart gezetheid. En een ander profetie, dat weet iedereen wat het is. En een ander onderscheiding in de geestelijke wereld, inzicht in de geestelijke wereld. Dat gaat ook heel diep. Dat is als je in de geest kan zien, dan zie je de werkelijke wereld. Want de geestelijke wereld is de werkelijke wereld, lieve mensen. Niet onze natuurlijke wereld, de geestelijke wereld is waarachtig, echt. Dat is het. Want God is geest, zegt de Bijbel. Ja? God is geest. En dan heb je ook een andere uitlegging van tongentaal en ook tongentaal. Dan heb je de 9 gaven van de geest. Prijs de Heer. Maar het gaat erom over wat we na gaan doen, is dat spreken over het geloof dat bergen verzet, lieve mensen. En in het woord Gods gaan we eerst kijken, wet voor belijden. Want wat wij krijgen, zegt de Bijbel, wat we spreken, wat we zeggen, dat krijgen we. En we worden aangespoord om hetzelfde te zeggen als wat God zegt. Want God zegt, dat staat in zijn woord. Al wat God zegt, staat in Gods woord opgeschreven. En die dingen horen wij te claimen, te proclameren en uit te spreken. In te drinken bij dag en bij nacht. En indrinken bij dag en nacht, dat betekent dat je het woord leest. Maar niet alleen leest met je verstand. Dat je het hardop leest. Romeinen 10, 17 zegt, het geloof komt door het horen. En het horen door het woord van God. Dus als jij het woord hardop leest, dan krijg je geloof. En als jij dat woord vele malen herhaalt en steeds meer leest de beloften Gods. De voorwaarden die eraan verbonden zijn. Lees dit aandachtig door en lees het meerdere malen altijd weer hardop. En hardop en hardop. En lees het en lees het en lees het. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En totdat het in je hart komt. Want het hoort niet in je verstand te zijn, maar in je hart te komen. Want wij lezen het woord Gods en dan komt het in ons verstand. Maar het hoort nog 20 centimeter zakken naar ons hart. En dan krijg je alleen door het woord te horen en dan ook. Het geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus hardop uitspreken. Lezen, indrinken. Dat is het indrinken wat de Bijbel zegt bij dag en bij nacht. Hardop lezen. Al die versen, al die beloften die in Gods woord staan, zijn ja en amen. Zijn voor ieder van ons, lieve mensen. Maar je moet ze wel claimen. Je moet ze wel naar je toe krijgen. Je moet ze wel nemen. Je moet ze vragen aan de Heer eigenlijk. Door het te claimen, door het uit te spreken, door te zeggen, ik geloof dat dit woord mijn woord is. Als jij problemen hebt in jouw leven, ga naar het woord Gods. Zoek bijbelteksten uit die gaan over voorzieningen. Hoe jij jouw noden kan lenigen. Dat kan de Heer. Door het te spreken. Ja, ik zie van die verwonderde blikken, maar dat is normaal. Maar kijk, het gaat wel degelijk zo. Als je het woord claimt, het woord leest. En als het in een hart is, het moet eerst in een hart vallen, het woord. Voor leer het echt effectief geloof dat bergen verzet kan bewerkstelligen. Dan kan je tegen elke nood in jouw leven spreken. Je moet gewoon spreken tegen je nood. Spreken tegen je, zeg maar, financiële nood. Als je financiële nood hebt. Spreken dat er verkeerde dingen op je weg zijn. Spreken tegen demonische machten die jou misschien hinderen of weet ik veel wat. Je spreekt tegen ze. En je zegt, ga. Want ik geloof dat God alles zal voorzien naar zijn rijkdom in al mijn noden. Hij voorziet in al jouw noden naar zijn rijkdom heerlijk in Christus Jezus, zegt de Bijbel. Dat weet ik en het is 100% zeker. Maar je moet het wel geloven, dat met een geloof dat bergen verzet. Dat is het geloof dat vanuit je hart komt. Dat is het enige voorwaarde die eraan verbonden is. Geloof dat uit het hart komt, verzet, lieve mensen, bergen. Grote bergen. Want weet je, de hoogste berg in onze wereld is de Himalaya. 8800 meters hoog. Maar weet je, dat het diepste van de zee
is nog een stuk dieper. Het is zelfs iets van een 12 kilometer. Dus die hoogste berg past wel degelijk in de zee. Want de Bijbel zegt dat als je geloof hebt en geloof dat die berg zich verzet en je gooit hem in de zee en je zal het geloven met heel je hart, het zal gebeuren, zegt de Bijbel. Dus die berg past wel degelijk in die zee. Dus de Heer heeft ook in het natuurlijke erin voorzien. Want het geestelijke loopt parallel met het natuurlijke. Dat is altijd zo. Prijs de Heer. Halleluja. We hebben ook een soort van wet van geloof. En God gelooft daadwerkelijk, God gelooft daadwerkelijk, dat gebeurt wat hij zegt. Dus wat hij in zijn woord zegt, dat gebeurt ook. En die dingen moeten wij zelf ook zeggen. Wij moeten daadwerkelijk geloven wat hij zegt in zijn woord. En wat je dan zegt en uitspreekt, dat gebeurt. Ook het tegenovergestelde is zo. En dat gebeurt heel vaak bij de mensen tegenwoordig. En mensen zeggen, ja, ik heb niks, of ik weet niks, of ik kan niks, of ik gebeurt altijd wel iets in mijn leven dat wat ik door niks heb, en door die ander heeft het altijd weer beter voor dan mij, of bij die mensen loopt alles weer beter dan bij ons, of daar is het gras groener dan bij ons. Helemaal lieve mensen, dat is helemaal niet waar. Ga in geloof staan en zeg, spreek woorden van geloof uit en zeg, mijn gras is groener dan jouw gras. Heel simpel. Ja, zo geweest, zo simpel is het. Je spreekt het gewoon uit in geloof. Je zegt, ik heb het beter dan die ander. Niet dat je haat en nijd wil hebben, dat bedoel ik niet. Maar je kan gewoon zeggen, ik heb voldoende in mijn leven. Ik heb altijd financiën genoeg. Ik heb nooit een tekort in mijn leven. Zo moet je spreken. En die woorden hebben kracht, lieve mensen. Ook die andere woorden hebben kracht. Want die andere woorden brengen jou naar beneden. Maar ik ga altijd omhoog. Ik ga nooit naar beneden. Ik ga omhoog, zegt de Bijbel, nooit omlaag. Dat moeten wij proclameren. Dat moeten wij spreken. Dat zijn woorden van geloof. En is voor iedereen. Ongeacht wat je bent, of hoe goed dat je bent, hoe slim dat je bent, of wat dan ook. Dat heeft niks te maken. Het is gewoon geloof, hebben dat bergen verzet. Dat is al wat je nodig hebt. Uitspreken. Woorden van positiviteit uitspreken. Woorden van kracht uitspreken. Woorden die geloof hebben uitspreken. En nooit zeggen dat je tekort hebt. Nooit zeggen dat je te weinig hebt. Nooit zeggen dat het niet voor jou is. Alles is voor jou wat in de Bijbel staat. Alles is voor jou beschikbaar. Alles. Van begin tot einde. Alle bronnen, alle volgen, alle beloftes, alle voorwaarden die erin geschreven staan, zijn voor jou, lieve mensen. Voor de gewone kinderen Gods. Die zijn niet geschreven voor predikers en predikanten. Helemaal niet hoor. Die zijn voor iedereen van ons beschikbaar. Zo werkt het bij de Heer. Hij heeft niet iemand meer lief dan een ander. Hè? Ik heb geen lievelingetje bij God. Dat bestaat niet bij de Heer, een lievelingetje. Bij mensen zijn dat zo. Hè? Als mijn lieveling, dan heb ik meer lief dan die ander. Maar dat is bij God niet zo. God heeft ieder lief. Ieder. Evenveel. Iedereen is hetzelfde bij God. Er is niemand hoger en niemand minder. Iedereen is gelijk bij de Heer. Gewoon, amen, klaar. Zo simpel is het. Gewoon geloven. Prijs de Heer. Onze woorden bevatten. Dat mijn stem een beetje blijft. Onze woorden bevatten autoriteit, zegt de Bijbel. En die autoriteit, of het nu woorden van geloof zijn of ongeloof zijn, die hebben kracht. Dat heb ik net verteld. Hè? Maar wanneer we echt de factor van geloof toevoegen aan onze woorden, dan komt er extra kracht vrij. Dus als we het geloof van bergen aan toevoegen aan die woorden die we spreken, krijgen we extra kracht van de Heilige Geest erin. En die extra kracht, hè, dat is de kracht die het mensen geneest, die het mensen herstelt, die het mensen bevrijdt, die het mensen verlost, die het mensen financieel voorziet. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En dat is de kracht die het bergen verzet. En die komt alleen vanuit het hart. Die kan nooit vanuit je verstand komen. Die komt alleen vanuit je hart. En dat geloof, dat moet je zelf opbouwen. Dat geloof, dat kun je krijgen. Door, wat ik net zei, het woord in te drinken bij dag en bij nacht. Die beloftes uit te spreken. Elke dag weer. Ik lees elke dag Deuteronomium 28. Dat zijn de zegeningen. Elke dag lees ik die van, dat is van 1 tot 14. Lees ze elke dag. Maak ze eigen. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Hij voorziet in al mijn nood en al wat ik nodig heb. Kijk, lees het elke dag. Hardop. En lees het ook vanuit het woord. Maar je kan het ook vanuit je verstand lezen. Maar dan, na een tijdje, als je alles uit je hoofd kent, en je leest het alleen nog maar vanuit je verstand, dan krijgt het minder kracht. En ik zal je ook uitleggen waarom. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ken een genezers, die is nou al bij de Heer. Er was een genezers prediker. En die deed geweldig grote wonderen. De Heer deed geweldig grote wonderen en tekenen door zijn handen. Hij genas vele ziekten. Hij bevrijdde mensen. Hij verloste mensen van demonische krachten. Maar hij had één ding in zijn leven.
Hij had altijd tekort van financiën. En op een bepaald moment was hij het beu. En hij riep uit naar de Heren. En hij kende het woord Gods, heel goed. Dus hij zei het uit zijn hoofd. Heren, u zegt in uw woord dat ik nooit zal tekort zijn. Ik doe altijd uw wil. Ik doe wat u van mij vraagt. U zegt op de zieken de handen en ze zullen genezen. En ik doe dat. En ze genezen. U zegt aan mij, leg de handen op degene die het en drijven de demonische macht uit. En ik doe het en ze gaan eruit, zegt hij tegen de Heren. Heren, maar ik heb altijd tekort, zeg ik tegen hem. Maar uw woord zegt dat ik nooit tekort zal hebben. Dat ik altijd overvloedig voorzie in alles wat ik nodig heb, zegt de Bijbel. En hij haalt ook verzen aan. En er gebeurde niks in zijn financiën. En op een bepaald moment sprak de Heer tot hem. En de Heer zei, en wat hij vroeg, waarom gebeurt het er nou niet? Want ik spreek toch in geloof al die woorden die u mij gegeven hebt. Ik spreek in geloof uit wat u voor mij hebt gedaan en wat u voor mij doet en wat in de woord staat, in wat u voorziet. Niks gebeurde. Toen sprak de Heer. U spreekt vanuit je verstand. Wat jij weet met je verstand, zei de Heer. Maar je spreekt het niet vanuit jouw hart. Ga naar het woord, zei de Heer. En lees deze verzen hardop. En spreek ze uit in geloof. En hij ging het doen. En ging terug naar zijn Bijbel. En opende zijn Bijbel. En las al die versen die hij uit zijn hoofd kende hardop. En hij las het verschillende keren. En enkele dagen. Hij had geen financiële tekort meer. Hij werd voorzien. Hij had overvloed zelfs. Hij had zelfs een de Heer werkt altijd met overvloed. Dus hij had meer dan had hij verwachtte. Hij had veel meer dan had hij verwachtte. Omdat hij gehoorzaam was, wat de Heer zei. Dat is geloof wat bergen bezet, lieve mensen. Daar moet je voor gaan. Halleluja. Prijs de Heer. Halleluja. Je krijgt wat je gelooft, zegt de Bijbel. Dat is heel simpel. Want je gebruikt je geloof door te spreken. We gaan er een paar versen van lezen. Waarin je ziet wat er gebeurt als je geloof uitspreekt. Matthäus 8, 13. Prijs de Heer. Kijk. Matthäus 8, vers 13, daar staat. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en dan zal u gaan zoals u geloofd hebt. Zie je? Want hij had een knecht die heel ziek was. En hij geloofde als de Heer maar één woord sprak, dat die knecht gezond zou worden. Dus, en dat is geloof, lieve mensen. Hij sprak geloof uit, had bergen verzet. Hij geloofde, als de Heer maar één woord sprak, dat zijn knecht gezond zou worden. Want hij zei, u moet nog niet meer naar mij toekomen. Ik ben het niet waard dat u in mijn huis komt, zei hij. Dus hij geloofde alleen maar, als Jezus dat woord sprak, was zijn knecht genezen. En het geschiedde naar zijn geloof. Dat is woorden dat bergen verzet, lieve mensen. Dat komt vanuit het hart. We gaan naar 9:29. Prijs de Heer. Dat is wat nog zoiets. Het ging over twee blinden. Hè? Toen raakte hij hun ogen aan en zei, het zal u gaan naar uw geloof. Want Jezus vraagt altijd, eerst, als iemand naar hem toekomt, wat wilt gij dat voor u doe? Of, heb jij geloof? Want geloof alleen. Geloof alleen, zegt de Bijbel. Dus als je gelooft, is alles mogelijk, zegt de Heer altijd. Dus hij vraagt geloof. Hij vraagt altijd ook een specifieke vraag voor een specifiek antwoord. Dat je geloof uitspreekt. En hier zeggen die blinde mensen, want de Heer Jezus zei, gelooft u dat ik dat kan doen? En de twee blinden geloofden, ja, heren, wij geloven. En dat was de stap die nodig was om hun genezing te ontvangen. En ze werden ziende. Kijk, dat is geloof. Halleluja. Geloof is ook systematisch. Ik zal uitleggen wat het allemaal betekent. Want we gaan eerst naar dat heel belangrijk vers, Marcus 11, 23. Daar staat dat wat er gebeurt als je bergen verzet. Halleluja. Marcus 11, 23. Kijk, en 22 ga ik eerst ook lezen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven. Hè? En in de zee geworpen en niet, kijk, heel belangrijk, en niet zal twijfelen. Heel belangrijk. Het zal hem gebeuren. Het zal gebeuren wat hij zegt. Want dat is wel degelijk uitspreken. Het is altijd een doen. Hè? En daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u ontvangen hebt, en het zal u ten deel vallen. Zo werkt het. Want geloof is voorspelbaar. En het werkt. Ja.
Aan de hand van geestelijke principes is het altijd zo. Want ik zal even laten zien. Hoe word je gered? Dat zijn dingen die de mensen over het algemeen aannemen. Ik zal eerst laten zien hoe het gewoon geloof is. Hoe word je gered? En door te geloven in de kruising van de Heer Jezus Christus, dat hij voor je zonde gestorven is, opgestaan is uit de doden, hè, en dat hij leeft voor eeuwig, hè, dat hij onze zonde vergeven heeft. Dus dat geloven we allemaal. Hè, dat staat ook in Johannes 16, dat gaan we nou even niet lezen. Maar wat is geloof? De zekerheid en het vertrouwen dat je gered bent en je vergeving hebt ontvangen. Ja? Dat is zo, hè? Ja? Geloof je dat? Ja, goed zo. Dan gaan we verder. En hoe komt je aan het geloof? Het komt door het horen van het woord van God. Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Zo krijg je geloof. We hebben net gelezen, Romeinen 10, 17. Zat dat. Als je niet gelooft, ga het even nalezen. Prijs de Heer. En hoe gebruik je je geloof? Dat is heel belangrijk, lieve mensen. Door het te geloven met je hart. Met je hart. En te belijden met je mond. Het zijn twee dingen. Geloven met je hart en uitspreken met je mond. Want dat is heel belangrijk. We moeten het uitspreken, we moeten het niet bedenken. Want denken is niet voldoende, we moeten het uitspreken. Prijs de Heer. Dat staat in Romeinen 10, vers 10, in het woord van God. Ja? En dat vinden we allemaal nog logisch, deze dingen. Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Maar nou gaan we naar hoe geloof werkt en dat bergen verzet. Eigenlijk is het exact hetzelfde. En dan gaan we naar gebieden van autoriteit, van bevrijding, van genezing, hè, en die dingen. En Jezus zei, het zal u gaan naar uw geloof. Matthäus 9, 29, hebben we net gelezen. Wat is geloof? De zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je nog niet kan zien. Ja, 11:1. Perfect, goed jongen. Goed jongen man. Jij kent ook een deel van je woord. Dat is heel mooi. Dat is heel belangrijk. Wat zeg je? Nee, dank je. Goed zo. Maar dat is geloof. Hebreeën 11:1. Ja? En wat doet geloof? Het ontvangen van Gods belofte. Dat staat ook in Hebreeën. Hebreeën 6 vers 12. Staat dat, wil even lezen. Wat geloof doet. Dus we ontvangen Gods belofte. Prijs de Heer. 6:12. Halleluja. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. En ook in Hebreeën 11:33. Gaan we nog even ervan lezen. Want het is heel belangrijk dat je dat woord hoort. Dat is heel belangrijk. Prijs de Heer. En ze hebben door het geloof, het gaat over de geloofsgetuigen, hè? Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht en belofte verkregen. Muilen van leeuwen dichtgesnoerd of gesloten. Kijk, dat gebeurt er als je geloof hebt dat bergen verzet. Alles is mogelijk voor jou. Alles is mogelijk voor jou. Prijs de Heer. Het ontvangt ook gebedsverhoring door prachtig geloof. Krijg je gebedsverhoring. Het verandert negatieve omstandigheden en brengt doorbraak. En overwinning. Ja? Ten vierde, het stoot ook de plannen van de vijand af door het schild van geloof. Dat is echt geloof. Plannen van de vijand afschuiten door het schild van geloof. En dat staat in Efeze, weet je wel. Hè? De wapenrusting Gods, die kent iedereen als het goed is, de wapenrusting Gods. Of kennen ze jullie die niet? Efeze 6. Ja? Heel belangrijk. Doe het elke dag de wapenrusting Gods aan, lieve mensen. Dat is bescherming voor je. Ik doe dat elke dag. Ik bid voor mijn kinderen. Ik bid voor mijn familie. Ik bid voor hooggeplaatsten. Want ik moet altijd eerst bidden voor de regering. Regeringsleiders zijn. Voor de Joodse mensen. En al die leidinggevende mensen en zo. Dat is de eerste opdracht. Maar je bidt ook voor je gezin. Je bidt protection. Hè? Je bidt dat het bloed van Jezus over je gezin uit. Hè? Je bidt dat de Heer engelen om ons heen zet. Om je gezin heen zet. Om ieder apart heen zet. En je bidt ook de wapens ten Gods om je heen. Dat is persoonlijk. Dat kan je niet doen voor een ander. De wapens in God. Want dat is een persoonlijke uitrusting. Die moet je zelf aan gaan doen. Dus je gaat elke dag Efeze 6 lezen. En je zegt, hè, Heren, ik kom God mijn lendenen met de waarheid. Doe het panzer der gerechtigheid om. De voeten geschoeid
met de bereidvaardigheid van het evangelie, dat is vrede. En bovenal neem ik het schild des geloofs, brand, dat is heel belangrijk, het schild des geloofs, waarmee ik al de brandpijlen van de boog zal kunnen doven, zegt de Bijbel. Ja? En ik neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, het helm des heils, dat beschermt jouw denken en jouw gedachten. Het zwaard des geestes, het levende woord van God, dat is hier jouw Bijbel. En het schrift overleggen en gedachten, dat het biedt voor alle mensen, lieve mensen. Biedt voor alle mensen. Ja? Dat is heel belangrijk. Wapens in Gods. Elke dag weer aandoen. Prijs de Heer. En hoe groeit nou jouw geloof? Want geloof hoort te groeien. Want ieder heeft een mate van geloof ontvangen als hij gelovig werd. Als je pas wedergeboren bent, heb je een kleine mate van geloof. En toch kan dat groot geloof zijn eigenlijk. Want ook al heb je maar een klein mate van geloof, als een mosterdzaadje, zegt de Bijbel, toch kun je die tegen de moerbijnboom zeggen, hij wordt opgegeven een plantje in de zee. En een moerbijnboom is een heel stevige boom, dat kan ik je vertellen. Die ga je niet zomaar uittrekken en even verplaatsen. Als ik dat ziet, dat zeker is. Dus dat is wel heel belangrijk. Het geloof als een mosterdzaadje is al voldoende om bergen te verzetten. Zo simpel is het eigenlijk. Hè? Maar hoe kom je nou aan dat geloof dat groeit? Hè? Dat is heel belangrijk, door jezelf te vullen met Gods woord. Eigenlijk is allemaal, het komt altijd weer steeds terug. Door jezelf te vullen met Gods woord. Dus het indrinken bij dag en bij nacht. Gods woord. Hè? Romeinen 10, 15, 17. Dat staat er geschreven. Romeinen 10, 15, 17. Prijs de Heer. Even lezen. Halleluja. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En dat staat dus vers 10 en 11. Met name 15 en 17. Daar hoort er even bij. En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden, zoals geschreven staat? Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen? Maar zijn zij niet al het evangelie gehoorzaam geweest? Want Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En zo is dan, zoals we dan nog eens gesproken hebben, maar dat is nooit, het is steeds weer goed dat we het steeds weer uitspreken, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van God. Dus hoeveel keer dat je dat hoort herhaald, dat is onnoemelijk veel, hoor je dat gewoon te herhalen. Want het brengt leven, het brengt echt geloof in je hart. En daar draait het om, dat het in het hart komt. Halleluja. En hoe gebruik je nou je geloof? Ook weer, door te geloven met je hart. Te spreken met je mond en ook nog ernaar te handelen in geloof. Ja? Want je kan wel geloven met je hart en het spreken, maar je hebt ook nog geloven dat er iets gebeurt wat je uitspreekt. En dat doe je door te bidden ook in geloof, naar de mensen toe. Het is niet speciaal het bidden, maar het is wel eigenlijk een spreken tegen de dingen die de mensen kwijt willen. Het is de verkeerde dingen die er in het leven zijn, verkeerde gedachten, wat er allemaal verkeerd kan zijn in je leven. En dat zijn er vele, daar kan ik je wel van getuigen, hoeveel ik kwijt ben geraakt. Bij mij was er heel veel verkeerd in mijn leven. Want ik was vroeger echt een rebelletje, zou ik er niet zeggen dat ik nou hier sta. Maar ik kan het je wel vertellen, ik was een echte rebel. Ik was een dronkaard, ik was een kettingroker. Ik vocht graag. Ik had graag amok met Jan Alleman. En ik was niet bang van niemand. Ook was ik maar een klein ventje. Maar ik zou je niet aangeven natuurlijk. Maar het was wel zo. Hè? Ik was een heel echt rebelletje. Dat kan ik je verzekeren. Maar de Heer heeft mij totaal veranderd. De Heer heeft mij totaal vernieuwd. Mijn denken is totaal vernieuwd. Mijn hart is totaal vernieuwd. En ik heb me ook volledig overgegeven aan hem. En dat werkt, lieve mensen. Hij kan jou totaal veranderen, totaal vernieuwen, totaal nieuw maken. En wij zijn een nieuwe schepping in hem, lieve mensen. Wij zijn vernieuwend in hem. En dat hoor je elke dag weer meer. En elke dag gewoon blijven groeien. Want het is een groeiend proces. Het geloof blijft groeien in je. We blijven altijd steeds meer vernieuwen. We blijven altijd steeds meer ontvangen. We kunnen altijd steeds dichter naar hem toe groeien. We kunnen altijd meer van hem ontvangen. Het is altijd meer bij de Heer. Totdat we naar hem toe gaan. Prijs de Heer. Halleluja. Ik prijs u in Jezus Christus naam. Halleluja. Geloof in de autoriteit van je woorden. Dat is heel belangrijk. Dus als je de dingen uitspreekt, dat is heel belangrijk dat je dat gelooft. Wat je zegt. Want zeg wat je wilt zien
in plaats van wat je ziet, zegt de Bijbel. En je moet zeggen, uitspreken wat je wilt zien, niet wat je ziet. Je gaat niet op je omstandigheden kijken, maar je gaat kijken op wat de Heer zegt in zijn woord. Want mensen kijken altijd maar wat ze, meeste mensen kijken op wat ze zien in het natuurlijke. De Bijbel zegt net andersom. De Bijbel zegt, kijk niet naar wat je ziet, maar kijk naar wat je niet ziet. Naar het onmogelijke. Als je daarnaar kijkt, hè, en het onmogelijk, en je zegt, het komt voort in Jezus Christus' naam, dan komt het ook voort, vanuit je het uit het hart spreekt. Dat is geloof wat Berger zegt. Het komt, kijk, als je nou een nood hebt, ik zal een voorbeeldje geven. Je bent toe aan een nieuwe auto. Hè? En kijk, iedereen zal wel eens toe aan een nieuwe auto na een tijdje. Als je auto versleten is, hè, je oude is een beetje versleten en komt niet meer door de keuring toe, heb je een nieuwe auto nodig. En dan zeg je gewoon, Heer Jezus Christus, Heer, u weet hoe mijn omstandigheden zijn, Heer, en ik weet dat ik geloof heb dat Berger verzet. Ik spreek, Heer, uit, dank u wel voor de nieuwe auto, zeg ik tegen de Heer. Prijs de Heer. Ik heb hem ontvangen in het geestelijke Isaiah. Maar, er komt altijd een maatje, hè? In het natuurlijke is het nog niet zichtbaar. En dat is nou het belangrijkste van heel het geloof, dat je dan vasthoudt dat je auto al gegeven is. Dat moet je vasthouden. Je moet blijven geloof uitspreken. Heer, dank je wel dat ik ontvangen heb. Je hebt hem al. Hij is al gegeven. In de hemelswest, in de geest is het al gegeven. Dat hou je vast en je spreekt het uit, continu. Kijk Abraham, wat deed hij? Zij werd beloofd dat hij een nakomeling zou hebben. Hij kon geen kindertjes meer maken. Hij was al 100 jaar, of bijna 100 jaar. Sarah had niet meer de vrouwelijke, hoe noemen ze dat? Ja, mogelijkheden om een kind te baren. Hè? Was niet meer mogelijk. Maar Abraham geloofde wat God zei. Hij wachtte zelfs 25 jaar op de belofte dat de Heer gezegd had, jij zal een zoon hebben en hij zult een vader zijn van grote vele volken. Had hij beloofd. En Abraham geloofde het. 25 jaar lang bleef hij in zijn geloof staan en hij twijfelde niet, zegt de Bijbel. Kijk, dat is geloof. Dat Berger bezet. En dat is precies hetzelfde als met die auto. Gewoon vasthouden, hij is er. Dank je wel, Heer, ik heb hem. Hij is ontvangen. Dank je wel, Heer. En je zult dat zien in het natuurlijke. Hij komt eraan. Gegarandeerd. Geloof, lieve mensen, dat Berger bezet. Zo simpel is het, lieve mensen. Maar de mensen, wij willen dat niet. Wij doen het vaak verkeerd. Wij zeggen altijd, ja. En dan maak ik nog iets erbij. Je kan je auto van je dromen zelfs vragen. Hè? Voor de Heer is niks te groot of niks te machtig. Hè? Je zegt gewoon, Heer, ik wil zo'n grote Mercedes. Een nieuwe auto. Nou, kijk, je hebt hem. Als je dat vraagt in geloof, heb je hem. Voor hem is niks onmogelijk, lieve mensen. Je hebt hem. Gewoon geloof dat je hem hebt. Klaar. En hij komt naar je toe. Zo simpel is het. Want veel mensen denken veel te klein over de Heer. Ze denken, ja, maar zou de Heer dat wel van mij doen? He? Is dat wel mogelijk bij de Heer? Ja, maar ik ben maar Jantje of Pietje of weet ik veel wie. He? Lieve mensen, dat is geen geloof. Wat jij bent en hoe jij eruit ziet en wat jij hebt en het natuurlijke, dat is allemaal niet belangrijk voor de Heer. De Heer vraagt alleen geloof dat Berger zet klaar. En uitspreken wat je wil hebben. En hij krijgt het. Klaar. Zo werkt het. Maar je moet het ook doen. En dan moet je het wel. En dat is waar de meeste mensen falen. Ze zeggen eerst, ja, we geloven het. En we spreken het uit. Maar het moet wel. Ze spreken het uit met hun verstand. En daar gaan we. En als het met verstand gesproken is, komt het niet voor. Dus het moet eerst weer in je hart komen. Wat je uitspreekt. Dus dan moet je weer eerst naar het woord. Zo werkt het altijd weer. Het moet altijd vanuit de beloftes van Gods woord komen. Met alles komt vanuit Gods woord voort. Dus je gaat weer naar beloftes, waar de Heer voorzieningen voor jou heeft. Je gaat bepaalde versen opzoeken waar voorzieningen zijn voor materiële dingen. Die staan er genoeg in de Bijbel. En je gaat die versen claimen en proclameren. En je spreekt ze uit, je spreekt ze uit, je spreekt ze uit, tot ze in je hart zijn. En dan ga je zeggen, Heer, jouw is van mij. En dan is je er. Zo werkt het. Dus altijd weer vanuit je hart. Heel belangrijk. Want anders ga je misschien misleid worden door wat ik zeg. Als ik gewoon zeg, je spreekt het uit in geloof dat je het ontvangen hebt en het gebeurt niet. Dus het moet wel deel, niet vanuit je verstand gezegd worden, maar vanuit je hart. Dat is heel belangrijk. Alles wat vanuit je hart, hè, wat zegt de Bijbel? Waar het hart vol van is,
loopt de mond van over. Dus daar draait hem om. Dus als jij je hart vult met Gods woord, dan spreek je Gods woord. En als je Gods woord spreekt vanuit je hart, is alles mogelijk. Want de Heer zegt zelfs dat je nog grotere wonderen zult doen dan hem. Als je geloof hebt. Dat bergen verzet. Prijs de Heer. Want veel, ik heb net gesproken, wat ik weer opgeschreven heb, ik al even verteld. Ja, dat komt omdat de Heilige Geest door mij heen werkt. Hè. Dat is leuk. Want zolang je blijft spreken wat je ziet, hè, blijf je krijgen wat je zegt. Dus wat je ziet met je natuurlijke ogen, en zolang je zegt dat je dat gaat krijgen, dan blijf je dat ook hebben. En dan komt er niks van wat je denkt te geloven. En dan heb je geen echt waarachtig geloof. Dan heb je geen geloof wat bergen bezet. Dan komt het niet. Dat heb ik net verteld. Ja? Prijs de Heer. En geloof komt door te spreken. Ja, dan ga ik ook. En dat is wat ik net zei, Gods woord mediteren. Dus altijd weer uitspreken, spreken, spreken, spreken. Gods woord hardop, zodat ik het zelf hoor. Hardop, 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 spreken, 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 spreken. Ik zeg het, ik weet het, ik heb het al verschillende keren gezegd, maar ik blijf het weer zeggen, opnieuw en opnieuw. Hè. Dat heb ik ook van Tom de Wal ontvangen. Tom de Wal doet het ook. Die zegt altijd, die zegt misschien wel 10, 15 keer hetzelfde in zijn prediking. Maar dat is belangrijk, omdat je weet dat je dat hoort te doen. Dat je steeds weer herhaalt wat het woord God zegt. Dat je steeds weer claimt wat het woord God zegt. Dat je steeds weer die beloftes uitspreekt wat Gods woord zegt. Altijd maar uitspreken, spreken, spreken, spreken. Totdat het in je hart is. Altijd maar spreken, spreken, spreken. Want het moet van verstand naar je hart komen. Dat is elke keer weer zo. Het is altijd belangrijk vanuit je hart, 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 hart. De Heer kijkt alleen maar naar de binnenkant, naar het hart, zegt de Bijbel. Naar niks anders. Hij kijkt niet hoe mooi ik eruit zie. Het interesseert me helemaal niks. Maar hij vraagt wel van mij, hoe is jouw hart? Is jouw hart op mij gericht? Of op de wereldse dingen? Is je hart van mij of is het hart van de wereld? Is jouw hart faithful, dus getrouw naar mij toe? Of wil je de wereld dienen? Kijk, dat is wat de Heer nou kijkt. Naar de binnenkant. Niet hoe jij eruit ziet. Want je mag komen zoals je bent. Bij de Heer. Dat is niet belangrijk. Het gaat erom hoe jouw binnenkant is, jouw hart. Jouw hart is het allerbelangrijkste van iedere mens, lieve mensen. Met jouw hart is alles mogelijk. Want de Heer werkt altijd. Maar kijk, Heer Jezus. Wat deed de Heer Jezus? Wat zegt de Bijbel? De Heere Jezus sprak enkel de woorden wat hij gehoorde van de Vader. Ja. Als de Heer Jezus enkel de woorden van de Vader hoort die hij sprak, dan horen wij nog des te meer de woorden die de Heer Jezus sprak te spreken. Denk ik wel. Als zelfs God, hè, Heer Jezus is God, hè, is een onderdeel van God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dus als de Heer Jezus zelfs moest horen van de Vader om het te spreken, wat de Vader zei tegen hem, horen wij des te meer te spreken wat de Heer Jezus tot ons zegt. Prijs de Heer. Halleluja. Alle lof en eer en glorie komt toe, Vader, in Jesus' name. Halleluja. Mediteren en proclameren mag je niet verwarren met geloof hebben. Ja. Ja, ik weet het, het is soms een beetje verwarrend, maar ik ga verder. Kijk, het betekent niet dat je geloof hebt in je hart als je mediteert en proclameert. Maar door het mediteren en proclameren komt het wel in je hart. Begrijp je? Het is niet omdat je mediteert en proclameert dat het meteen in je hart is. Dat is niet zo. Je hoort het echt heel diep in te drinken. Daarom zegt de Bijbel, drink het in bij dag en bij nacht. Heel diep indrinken. En dan pas komt het in je hart. Je claimt het, je proclameert het, je spreekt het uit. Je zegt elke keer de beloftes van God. Je spreekt het uit, spreekt het uit, spreekt het uit, spreekt het uit. Totdat het in je hart is. En lieve mensen, en dan komt het voort. Dan is er zoveel kracht in. Ongelooflijk. Je zult dat zien. Want het woord Gods laat altijd zijn woord bevestigen. Zijn woord wordt keert nooit ledig terug. Zijn woord wordt altijd bevestigd door wonderen en tekenen. Prijs de Heer. Halleluja. Want we hebben vier stappen. Als we geloof spreken, hè? Mediteren, dat is het eerste stap. En dan spreek je Gods woord tot jezelf, hardop. Heel belangrijk, spreek het hardop. Een revelatie heb je nodig, dus een openbaring heb je nodig van het woord. En dat komt door het spreken. Hè? En als je het spreekt, dan komt die openbaring en dan valt het in je hart. Dus als het Heer het openbaart dat het in je hart is, dan is het in je hart. Hij laat het jou weten. Wanneer het in je hart is. Hij, revelation, zeg het, hè? Openbaart het. Prijs de Heer. Ten derde, proclamatie. Dan ga je het uitspreken, want het is in je hart gekomen. Dus, en dan ga je spreken. En je spreekt met geloof in je hart tegen de situatie, in de zekerheid dat de situatie
verandert. De situatie zal veranderen. Want je hebt het eerst gemediteerd, je hebt het geopenbaard gekregen van de Heer dat het in je hart is. En dan claim je het, proclameer je het. Hè? En dan kun je tegen de situatie spreken die op jouw weg is, wat jou wil, dat jij graag ziet veranderd worden. En dan gebeurt het. Prijs de Heer. En dan krijg je een vierde punt, de manifestatie. Want de Heer laat altijd iets zien wat er gebeurt. Hè? Want je zegt wel dat de situatie verandert, dat de situatie hoort te veranderen. En de situatie verandert ook. Maar je gaat het ook zien dat de situatie veranderd is. Dus dat is de manifestatie. En want een teken van echt geloof is dat de situatie verandert en dat het zichtbaar wordt in het natuurlijke. He, dus dat je gaat zien met je ogen wat de situatie is veranderd. Dat ga je zien. Ja, de Heer openbaart het. He. Dat is toch belangrijk? Want je kan wel tegen de situatie zeggen dat je niet gaat zien, dan ga je geen geloof meer houden. Dus de Heer weet wel dat wij, want de meeste mensen krijgen alleen geloof door te zien wat er gebeurt. Dus daarom laat de Heer zien zijn wonderen en tekenen. Daarom laat hij zien dat er mensen genezen worden. Daarom laat hij zien dat de demonen uitgedreven kunnen worden. Daarom laat hij zien dat de duistere machten geen macht meer over hem hebben. Dat die allemaal verslagen zijn. Dat ze onder zijn voeten zijn. Dat laat de Heer zien omdat mensen tot geloof zouden komen. Maar voor ons is het ook een bemoediging natuurlijk. Voor degenen die door de Heer geroepen zijn om mensen de handen op te leggen en te spreken. Genees. De Heer Jezus heeft jou genezen. Wat er ook scheef is in jouw lichaam. De Heer geneest jou. En het gebeurt. Klaar. Het is geschied. Zoals Hans Blauwster deze morgen of deze middag nog hebt getuigd hier. He? Toch geweldig. De Hans sprak gewoon, je bent genezen. En het is genezen. Want de Heer Jezus geneest. Niet wij. Hij zegt gewoon, Heer Jezus geneest jou. Je spreekt tegen de ziekte. Zegt nou als je kanker is, Heer Jezus geneest jouw kanker. En de kanker is weg. En de persoon die kanker heeft, hoort enkel een beetje geloof te hebben. Een klein beetje geloof is voldoende. Hij moet alleen enkel geloven dat het zo is. Dat de Heer hem geneest. Dat is voldoende. En hij ontvangt. Want soms gebeuren er geen genezingen. Ook al legt degene die het spreekt handen op en zegt, de Heer Jezus geneest jou. Maar als die persoon zegt, ja, maar ik voel niks. Of ik heb nog steeds pijn. Of ik ervaar niks. Dat is ongeloof. En dan worden de mensen niet genezen. De mensen die het ontvangen willen, moeten ook zelf wel geloven dat het is gebeurd. En het vasthouden, hun genezing. En soms geleest de Heer ook in fases, in stappen. Het gebeurt dat het niet meteen, het is wel meteen genezen, maar de genezing is ingezet, maar het is in het natuurlijke nog niet 100% zichtbaar. Het geneest in stappen. De genezing is wel daar, maar je ziet het in stappen pas terug. Dus met dat moet je ook vasthouden. En dat is het moeilijke juist. Je voelt niet meteen dat je genezen bent. Hè? Ik zal een voorbeeld geven van een vrouw. En het lag in het ziekenhuis. Ongeneeslijk ziek volgens de dokters. Was niets meer aan het doen. En de pastor, dat was wel een gelovige. En de pastor van waar die vrouw in de gemeente zat, die ging naar het ziekenhuis. Ging naar die vrouw toe. En die vroeg hoe het met haar was. Ja, zei ze, ik voel me heel zwak. Ik heb bijna geen stem meer. Ik word elke dag minder. Ja, ik kan geen eten meer binnenhouden. Het is, het gaat alleen maar de verkeerde kant op. Ja, ik zie het niet meer zitten. En de pastor had even een tijdje aangehoord wat die vrouw allemaal verkondigde. En ze sprak alleen maar ongeloof uit, die vrouw. En toen ging hij naar zijn Bijbel. En hij ging verzen opzoeken wat de Heere zegt in zijn woord. En de Heere zei, en hij las uit de Bijbel. De Bijbel zegt, jij bent sterk. Jij bent krachtig. Jij bent genezen. Jij zult je eten binnenhouden. Jij zult niet achteruit gaan, maar omhoog gaan. Hè? En hij zei tegen hem, jouw stem komt terug. Jouw stem is terug. Jij spreekt weer gewoon. En je krijgt weer kracht. Want de kracht is er. En toen hebben ze samen, kreeg de vrouw een beetje geloof. En gingen ze samen die woorden spreken. 20, 30 keer. En ze ervaarden dat haar stem alweer beter, als ze weer beter kon spreken. En toen beloofde ze dat ze dat elke dag ging claimen en proclameren en uitspreken. En 2 weken later, lieve mensen, was ze totaal genezen. Gewoon door de woorden die ze sprak. Ze sprak ongeloof uit en de pastor gaf haar bijbelteksten aan de hand
die het geloof naar boven bracht. En ze sprak die woorden in geloof uit dat bergen verzetten. En ze kreeg haar genezing. En ze was totaal genezen. Kijk, dat is nou wat geloof dat bergen verzet uitwerkt, lieve mensen. Dat is het waarachtige geloof dat we nodig hebben. Want kijk, ik wil nog even een paar dingetjes delen wat geen geloof is. En dan ook even delen nog wat geweldig geloof is dat bergen verzet. Wat is nou geen geloof? Want dat is goed om te onderscheiden wat geen geloof is en wel geloof is. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dat is geen geloof. Geloof is geen willen of wensen. Want ik wil dit en ik wil dat, of ik wens dat, of ik wens dit. Komt niet voort. Niet bedenken. Geloven is ook geen hopen. Veel mensen zeggen, ik hoop dat dat er komt. Ik hoop dat ik een nieuwe auto krijg. Ik hoop dat ik een nieuw huis mag kopen. Ik hoop dit, ik hoop dat. Nou, lieve mensen, komt niet voort. Werkt niet. Geloof is ook geen gissen. Hè? Soms mensen zeggen, ja, ik denk dat het dat gaat gebeuren. Nee hoor, gaat niet gebeuren. Geloof is niet, leg het in de handen van de Heer. Ja, en we wachten af. Dat is geen geloof. De Heer zegt niet, leg het in de handen van de Heer en we wachten af. Ik zal het dadelijk laten zien dat het andersom is. Geloof is geen verstandelijke keuze of besluit. Geloof is geen eigen idee. Dus van je eigen denken is geen geloof. Geloven is ook geen proberen. En want sommige mensen ze proberen van alles. En ze zeggen het is geloof. Want we hebben geprobeerd te bidden voor die mensen. Maar was ongeneeslijk ziek. Maar is toch gestorven. En we hebben geprobeerd om die mens te laten genezen worden. We hebben dat geprobeerd. We hebben ervoor gebeden. Het heeft niets uitgehaald. Het was niet in geloof. Halleluja. Geloof is niet imiteren. Niet iemand nadoen. Werkt ook niet. God werkt door iedereen anders. Zo simpel is het. Hij geeft jou de juiste woorden om de juiste persoon te spreken. Het werkt altijd zo. Hij openbaart wat er gebeurt, niet jij. Halleluja. En geloof ontstaat niet uit angst. En zeker niet voor het verkeerde. Want sommige mensen bidden, ik zal een klein voorbeeld geven, want het is misschien niet zo duidelijk. Meneer de nou, Jezus Christus zat met zijn discipelen in een bootje op de zee en stormde. En de discipel zei, Heer Jezus, ben je vergaan? En dan zei hij, kleingelovige, zei de Heer Jezus. En hij zei tegen de storm, cease, be stil, dus stop. Hè? En de storm stopte. Dat is geloof. Maar angst, hè? Want mensen zeggen dan, ik spreek tegen de storm uit angst. Brengt niks voor. Dus er zijn angsten, dus ik zal zeggen, er zijn financiële moeilijkheden in hun leven. En dan zeggen ze, uit angst zeggen ze dan, Heere, ik heb geloof dat u mij gaat zegenen. Dus niet. Dan moet je juist weer het bergen van geloof hebben. Je moet het in geloof uitspreken dat de Heer vanuit je hart, dat de Heer zegt, Heer Jezus, u voorziet in mijn noden. En ik ontvang het nu in Jezus Christus naam. Het is altijd een nu. Het is altijd een tegenwoordigheid. Het is altijd een ontvangen nu. Nooit morgen, nooit terug. Het is altijd nu ontvang je. Heel belangrijk. Je ontvangt het altijd op hetzelfde moment. In het geestelijke. In het natuurlijke kan het even langer duren. Maar je ontvangt het wel in het geestelijke nu. Altijd. Prijs de Heer. Definitie van geloof. Hebreeën 11:1. Hebben we net gezegd. Ik zal het even naspreken. En dan krijgen we naar Bijbels geloof. Het geloof nu is de dingen. De zekerheid van de dingen die men ziet. Hè? Van de dingen die men hoopt. Maar het bewijs van de dingen die men niet ziet. Zo is het, hè? Klopt. Oké, goed zo. Maar dan gaan we naar kenmerken van het Bijbels geloof. En dat is heel belangrijk, daar gaan we mee eindigen. Echt geloof. Luister goed, lieve mensen. Nou, gaan we naar het tegenovergestelde van wat geen geloof is. Gaan we naar echt geloof, het werken van Bijbels geloof. Echt geloof is geloof vanuit het hart. Dat heb ik al 100 keer gezegd vandaag. Ik zeg het nog een keer. Geloof is vanuit het hart. Echt geloof komt vanuit het hart. Bergenbezet komt vanuit het hart, lieve mensen. Echt geloof is een zekerheid. En een rust. Als je echt geloof uitspreekt, dan weet je dat het ontvangen is. Dan weet je dat je het hebt. Dan heb je vrede erover. Dat wil zeggen rust. Je hebt vrede over wat er is gebeurd. Dan ga je niet meer twijfelen. Want twijfel, wat zegt Jacobus? Weet je niet. Dan zeg je, als je wilt dat je iets ontvangt, maar twijfelt in je hart, dan zul je niks ontvangen, zegt de Bijbel. Dus je mag nooit twijfelen. Echt geloof bepaalt wat er gebeurt. Dus jij bepaalt dat dat gebeurt. Jij bepaalt dat.
De Heer Jezus doet, laat het voortkomen, maar jij bepaalt het. Door te spreken. Want als jij niet spreekt, gebeurt er niks. Hij gaat niet van zichzelf iets doen, de Heer. Je moet wel vragen en wel spreken. Halleluja. En wacht nooit af tot er wat gebeurt. Want het is al gebeurd. Dat moet je goed onthouden. Wacht nooit af. He, want niet denken van het is in de toekomst. Dat is niet zo. Het is nu. Het is al gebeurd. Prijs de Heer. Echt geloof is specifiek in wat het wil bereiken. Dus je gaat duidelijk zeggen wat je wil tegen de Heer. Wat je wil ontvangen. Ga je heel duidelijk zijn. Als je een nieuwe auto hebt, dan ga je niet zeggen ik heb een aanhangertje nodig. Dat ga je niet zeggen. Hè? Als je een auto wil hebben. Dat lijkt dom. Is ook dom. Dus je gaat wel degelijk zeggen, ik heb een auto nodig, Heer. Dus ik ontvang nu die auto. Klaar. Hey, sir. Vanuit het hart. Heel belangrijk. Echt geloof zegt wat God zegt. Dus vanuit het Godwoord wordt altijd gesproken. Je spreekt altijd beloftes vanuit Gods woord. Heel belangrijk. En er zijn bijbelversen genoeg waarin jouw noden kunt vinden. Die zijn overal in de Bijbel. He? Het is allemaal te vinden in de Bijbel. Voorzieningen, wat dan ook, en de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Je leest ze en je laat ze in je hart komen. Totdat ze in je hart zijn, is het openbaard en dan spreek je het uit. En dan komt het voort. Klaar. Halleluja. En echt geloof doet wat God zegt. Het is ook een handelen. Je moet ook handelen. Hè? Dat je het hebt ontvangen. Ja. Dus ja, hoe moet ik er nou best een voorbeeld van geven? Kijk nou, als je nou een elektrische auto wil ontvangen, zal ik maar zeggen. Dan handel je door een stekker te laten installeren hoe dat je de auto moet opladen. Dat is handelen in geloof. Want je weet dat je auto al is ontvangen, ook al zie je hem nog niet. Maar je handelt in geloof en je laat de stekker installeren om die auto te kunnen opladen. Dat is geloof. Handelen in geloof. Dus, nou, ik zie veel verbaasde gezichten. Maar toch is het zo. Zo werkt het. Dat is handelen in geloof. Hè? Als je twijfelt, en dat zie ik bij jullie nou, de meeste mensen twijfelen nou. Er is geen twijfel bij de Heer. Hoeft niet aan te twijfelen. Jouw auto is daar, dus je gaat die stekker installeren. Want hij is er al. Geen twijfel. Geen twijfel. Niks. Zo simpel is het. Heel belangrijk. En echt geloof, heb ik net ook over Abraham gezegd, geeft niet op. Dus je blijft in geloof staan totdat je het met je natuurlijke ogen ziet. Je blijft het vasthouden. Daar was hij. Amen. Prijs de Heer. Dat is heel belangrijk, lieve mensen. Geef niet op. Hou dat vast. Dat geloof dat bergen bezet. Laat het in je hart komen. Overdenk Gods woord. Lees Gods woord hardop. Laat het in je hart komen, lieve mensen. Gods woord. Daarom is de oor de Bijbel een geopend woord te zijn. Daarom hebben we een Bijbel. Ik zeg niet dat vanuit je mobieltje kan je ook die Bijbelteksten lezen. Dat is niet verkeerd. Dat bedoel ik niet. Maar je hoort wel het Gods woord te lezen. Dat is heel belangrijk. Het Gods woord indrinken. Het Gods woord moet in je hart komen. Want weet je, ik zeg nou wel, jouw mobieltje is even goed. Maar kijk, als er nou, toch is het goed dat je een Bijbel hebt. Want weet nou, als nou internet uitvalt, heb je geen mobieltje meer. Hè? Kan jouw mobieltje niks meer. Maar jouw Bijbeltje heb je wel altijd bij de hand. Hè? Dus het is best dat je toch een Bijbeltje hebt. Dat je altijd bij de hand hebt. Weet je, Smigglesworth. Die had zijn Bijbel altijd bij de hand, weet je dat? En die gaf, ik zal hem een klein boven geven. Smigglesworth, die gaf ook les aan studenten over Gods woord. En dan zei hij, mijn Bijbel heb ik altijd bij me. Overal, het woord Gods is altijd bij me. En dus gingen de studentjes, zo werken bij studenten, we zullen hem eens gaan testen of dat wel zo is. Dat is logisch, hè? Dat doen studenten. Hè? De tijden zijn niet veranderd. Dat doen ze nog steeds. Dus Smigglesworth ging s'nachts, moest je naar het toilet. En vroeger in zijn tijd moesten ze waarschijnlijk nog een stuk lopen naar buiten, om zo'n buiten-wc, hè, tegenwoordig, hè, dat was vroeger in zijn tijd, was dat nog wel zo waarschijnlijk. Dus je moest nog een eindje lopen naar de wc te gaan. En de student had een motje, hey, Smigglesworth moet naar het toilet. Dus we gaan eens kijken of hij zijn bijbeltje bij heeft. Dus ze roepen naar Smigglesworth toe en ze vragen hem, hey, we hebben jou. Want je hebt het woord Gods altijd bij je, zei je. Maar nu heb je het woord Gods niet meer bij. En hij ging naar zijn binnenzakje en liet de pocketbijbeltje zien. En de jongens waren verbaasd. Maar hij had wel degelijk altijd zijn bijbeltje bij. Altijd. Ook als je naar het toilet ging. Zie je? Zelfs hij sliep met zijn bijbeltje.
Zie je, hij had altijd de Bijbel bij zich. En dat is geloof. Dat is geloof, lieve mensen. Prijs de Heer. Amen.